Hey, welkom weer bij een nieuw filmpje bij Beer Brothers. Ja, het is een tijdje geleden dat ik een filmpje heb gemaakt. En nou ja, was druk met allemaal dingen. Dus dan heb je wel eens dat er gewoon even niet van komt. Geeft helemaal niks. Ik heb natuurlijk wel genoeg biertjes gedronken en geproefd. Maar ik was laatst was ik op zoek naar wat biertjes. En kwam toen deze tegen. De Yippie IPA. Dat is een Ierse IPA. Nou, ik ken natuurlijk allemaal wel de Engelse IPA, de Amerikaanse IPA. Maar de Ierse IPA... Ik weet niet, het zal wel gewoon op Engelse stoel zijn. Dus. Maar goed, misschien hebben ze verrassend ook nog wel wat Amerikaanse hoppen gebruikt. Prima. Een IPA'tje, 5%, kan niet heel slecht zijn. Maar wat me vooral opviel, dat is deze sluiting. En dat is natuurlijk wel grappig, want ja, het is niet een gewoon kroonkurkje. Het is met een ringetje, als een bijna blikje, omhoog en eraf trekken. Nou, dat is grappig, dus alles bij elkaar dacht ik, dat gaan we gewoon doen. De Yippie IPA van Porterhouse Brew Company. Nou ja, deze die zetten we omhoog en dan, oh wat grappig, kijk, je ziet dat hij nu gewoon het dopje soort van kapot trekt en dan is hij eraf. Nou, een geinig systeem, of het heel veel toevoegt denk ik niet, maar weer eens wat anders. Een hele mooie IPA denk ik, want je ziet meteen de kleur en dat is meteen een beetje mooi, dat oranjeachtige. En dat vind ik toch altijd een kleur bij een IPA, maar dan kan het eigenlijk al snel wel wat worden. Beetje mooie witte schuimkraag, ziet er goed uit. Belangrijk, hoe ruikt die? Oh, mooi fruitig, een beetje citrusachtig. Ja, ja, vooral citrus. Ik ruik vooral grapefruit en sinaasappel. Een beetje dat bittere ervan, dat nou ja, een beetje dat schil wat je... En ja, dat is wel inderdaad wat je duidelijk kunt ruiken. En dat is eigenlijk wat er ook gewoon in de smaak zit. Echt een beetje dat citrusachtige, een beetje dat fruitige. Lekker een beetje bitterheid, niet te bitter. Eigenlijk een mooie, ja, lekker weg te drinken IPA. 5%, dus kan je ook nog wel wat van hebben. En drink makkelijk weg. Smaakvol, ja, eigenlijk een mooie middle of the road IPA. En ik vroeg me natuurlijk af, is dit dan Engelse stijl, Amerikaanse stijl, wat voor soort IPA is dit dan? Ik vind hem het meest wel een beetje gewoon richting Amerikaanse achtige, maar goed, aan de andere kant, dat is hem dan vooral een beetje het fruitige. Al met al, echt een geinig IPA, als je hem tegenkomt. En je hebt gewoon zin in een lekker IPA'tje, niks bijzonders, dan is dit echt gewoon een prima IPA'tje. Het geinige is natuurlijk dat je er een keer een andere sluiting bij hebt. Vind ik toch altijd wel leuk om dan eens een keer te ontdekken. Dus nee, goed te doen. Ik zou in ieder geval zeggen, zoek deze en probeer hem zeker. Ik ga er nu in ieder geval nog eventjes lekker van genieten. En ik zou zeggen, tot de volgende keer weer.